tijd om dood te gaan. Domme gehoord, maar het gaat dus helemaal fout. Trouwens, echt een vet schattige foto met Lisanne. Deelnemers, geen eet maakt de dag niet. Nee! Op je belt redden. Hey, feestje. Yeah. Nou, we zijn lekker onderweg naar Utrecht hoor. Hé hey, jongens, ik kom er dus net achter dat deze wenkbrauw heel veel donkerder is dan deze. Feestje. Ja. Nou, dat is echt heel goed gedaan. Dus ja, als je je afvraagt waarom is de ene wenkbrauw gewoon donkerder, ja, vind ik gewoon mooi. We gaan nu dus onderweg naar Utrecht en het is echt top weer. Dus we hebben er zin in, toch? Ja. Ik blijf nog maar binnen kijken. Klaar. Bij kogelschoten zijn we inmiddels in de derde ronde. Maar u ziet op het grote scherm tussenstand na twee ronden. 17-70 voor Patrick Kroni, natuurlijk de leiding. En hij als enige over die limiet heen. De achtste plaats is op dit moment in handen van Kai Olofsen met 14,83 meter. En we gaan naar die tweede halve finale met Nicky van Leuven, die als een komeet van start is gegaan. Maar daar komt Laura de Witte aan. Aan de binnenzijde in baan 4. Laura de Witte onderweg naar Nicky van Leuven, onderweg naar de finish. Zijn dit de twee atletes die zich rechtstreeks plaatsen voor de finale? Dat lijkt te gaan lukken. Ze kunnen elkaar bijna de hand schudden. Nicky van Leuven en Laura de Witte. En dat wordt een winst voor Laura de Witte. Vlak voor Nicky van Leuven. We zijn door naar de finale. Yes. Wie heeft dat gedacht? Ik niet. Nee, we gaan nu lekker eten. Ik heb berenhonger. Lisanne heeft berenhonger. Honger als een paard. Honger als een beer en als een paard. Alles tegelijk. Maar wat vond je ervan vandaag? Lekker koud, hè? Koud, lekker winderig, hè? Toen bij de start en toen zeiden ze deelnemers, geen eet maakt. Toen dacht ik, nee, ik wil mijn kleren niet uit. Het is koud. Ja. Dus dat was even stom en het stond een windje, maar verder was het hartstikke leuk. Ja, we zijn dus nu, we gaan lekker eten in een hotelletje en dan chillen en dan doei. Ja. Zo, het lijkt echt alsof we nu heel veel hebben. Maar het is voor het Dit is makkelijk. Gearriveerd in het hotel. Bedje, stoeltje. Mooi uitzicht. En het spiegel altijd goed. Ja, ik zit nu eigenlijk voor het eerst zonder Lisanne. Dat is te verwennen, jongens. Lekker badkamertje. Go. Lekker man. Ja, we willen hebben zo, dat is beter. Ja. Oké jongens, ik heb zes ook. We zitten nu in Utrecht. Utrechtje. We zijn op het station. Ik praat even zo, want anders. Nou, dan denk ik dat ze nu niet in beeld is, maar ze is juist volledig in beeld. Voor jou niet. Nee, dat is mooi. Maar we moeten vandaag de hele dag niks doen. Een soort van. Ik moest verplicht binnen zitten van Sven. Ja, dus maar ja, ik ben al buiten, dus dat is wel vervelend. Het gaat dus fout. Het gaat dus helemaal fout. En nu gaan we koffie drinken. Ja. En wat dan? Dave kijken. Is er een livestream? Ja, maar ja, Sven zegt dat de livestream is, maar hij moet pas over een uur. Oh. Maar ik weet ook niet waar die livestream dan is. Nee, maar ik zei stuur dan en toen stuurde hij niks meer. Was de domme gehoord, maar ja. Rustdagje, lekker man. Echt slecht slapen. Oh. Dus daar ben ik heel blij om. Ja, ik zie het aan je. Ik ben echt blij mee. Ja. Kijk even naar deze wallen die de laatste tijd er elke dag zijn. Pretty. Niemand vrolijk van. Kijk even überhaupt. Ja. Dan meteen hebben we Deutsch praten. Ja. Jongens, het is vanavond. Jongens.
Olympic Day. Jongens, het is vandaag Happy Olympic Day. Niet Happy, het is Olympic Day, maar Happy Olympic Day. Mijn wenkbrauw is een beetje beeld trouwens, meisje. Welke? Dit, dat is mijn wimperlul. Hoezo is wild? Anders stonden allemaal haren recht voor het. Ja, sorry, ik heb mijn lelijkste. Het lelijkste koffie is voor jou dan. Welke is het lelijkste? Met de bubbeltjes en het lelijke hartje. Die dan? Nee, oh, deze die is toch veel minder mooi. Hoezo, dan deze. Deze is hartstikke mooi. Nou, vergeleken met deze twee is het mooi. Oma zei vanmorgen tegen mij. Het is echt een heel raar verhaal dit. Oma zei vanmorgen tegen mij. Oh, jij bent echt een kakker. Toen zei ik, ik ben helemaal geen kakker. Toen zei hij, jawel, want je kakt toch. Best een goeie. En nu vraagt hij aan mij, ben ik zo'n kakker? Ja, kijk maar hoe je shirt hebt. Hij moet dus naar de wc, daar komt het op neer. Waarom moet naar de wc? Dat klopt. Zo, mooie onderkin had ik net. Ja. Jongens, het is tijd om dood te gaan voor de finale. Echt zin in. Het is nog steeds koud, hè, volgens mij. Ja, en het waait ook nog in. Ik heb het ook gewoon nu nog steeds koud. Ja, ik ook. Maar we zitten hier wel op de tocht. Ja, dat is waar. Maar ja, we gaan ervoor. En ja, verder zien we jullie later. Want ik ga niks meer zeggen. Doei. Nee. We gaan even opnieuw, want Lotte is er nog niet goed genoeg op. Lotte is vlog-expert. Dus zij gaat eventjes deze vlog beginnen. Welkom bij de vlog, moet je dan zeggen. Ik heb zo'n vlog vandaag. Nou, ga maar, doe je ding. Welkom bij de vlog, jongens. Het lijkt nergens zo. Wow, hij is helemaal ingezoomd. Oh jeetje. Klaar. En dan kijken we naar Padilla, ga voor, zij snelt naar voren. Padilla, ga voor, dat is achtervolging Nicky van Leuven. Padilla, ga voor, waar blijft Lisanne de Witte in baan 3? En daar is Nicky van Leuven, daar komt Lisanne de Witte aan. Padilla, ga voor, nog steeds aan de leiding. Madia gaat verloren. Lisanne de Witte. Die gaat hier de titel pakken. Dames en heren, de Nederlands kampioen. 400 meter bij de vrouwen. Madia gaat voor. En er moest hard voor gewerkt worden. Derde op de 400 meter. 36 kampioenen hebben we mogen. Ja, goed. Ik ben blij dat ik er een beetje terug ben. Ze zullen nog niet zo goed om dit te doen. Deels op de kom niet helemaal lekker in. En, ja, ik ben blij dat ik nu aan die paar 2-5 ga gelopen. En gewoon derde in het voetspel. Hey, trainer Sven Ootjes is vandaag mee jarig. Wij hadden nog een artikel geschreven in jullie allebei een luchtje. Die zal net ook zitten. Volgend jaar. Ik denk dat hij heel tevreden is. Ik denk het wel. Natuurlijk wil je hem altijd meer. Als je niet te veel lopen, je gaat niet lopen. Maar het waren gewoon zwaar omstandigheden vandaag. Koud, te harde wind. Dus ja, ik denk dat we op zich wel een leuk hebben gegeven. Zo 2-3 is ik. Want de EK-debuut heb je nog niet. Je hebt nog een maandje om je te plaatsen. Vorige week heb je natuurlijk op de 400 meter heb je het net dus gelopen. Ja. Welke wedstrijd ga je lopen en waar denk je te gaan lopen? Ik heb nog niet helemaal vaststaan waar ik loop. Ik heb al een aantal wedstrijden staan, maar ik ben nog niet zeker of ik daar kan lopen. Dus ik weet niet waar ik het ga lopen, maar ik ben gewoon, ja, ik wil gewoon nu gewoon elke week al een wedstrijd doen en zoveel mogelijk wedstrijden doen. Zo, ja. Komt helemaal goed. Maar dat is het weet ik niet. Goed. We gaan het zien. Komt helemaal goed, dankjewel. Vorig jaar werd je eerste, nu op de 400 meter. Ja. Dit jaar tweede. Ja, helaas. Waar? Ja, natuurlijk, ik wil altijd winnen. En ik was er ook van overtuigd dat ik wil winnen. Ik denk ook dat het, ja, ik weet zeker dat het nog wel kan. Ik ben beter dan dit, dat voel ik. Tenminste, ik ga beter worden, laat het zo zeggen. Ik ben nog niet helemaal top voor, merk ik. En ik hoop dat het gaat komen. Ik merk gewoon weer goede races wat dat betreft. Maar die was vandaag nog sterker. Maar, ja.
Je staat er onbekend om over het laatste stuk te verstellen. Ja. Dat deed je vandaag ook weer. Ja. Denk je, als je hem iets eerder had ingezet, dat je nog iets meer kans had gehad? Ja, ik denk het wel. Dat blijft wel altijd in mijn hoofd zitten. En elke keer probeer ik het wel. En elke keer kom ik eigenlijk net te laat. Maar het is moeilijk om te zeggen, want eigenlijk zijn elke keer mijn snelste wedstrijden zijn wel eigenlijk dat ik elke keer zo van over heb. Maar ja, dus als ik dat niet doe, dan loop ik eigenlijk langzaam. Dus het is een beetje dubbel. Dus kijk, ja, ik denk dat het wel. Het moet er naartoe gaan dat ik inderdaad gewoon niks over heb. En dat gewoon één keer alles eruit is en dat het snel is. Maar ik ben wel aan het werken. En de EK-limiet heb je natuurlijk al op zak. Ja. Dat is natuurlijk ook kleine 2 maanden. Ja. Vorig jaar liep je op het WK in Londen. Toen was je een beetje in de series uitgeschakeld. Ja. Hoe schat je je kansen dit jaar in? Toen is dat met het Europees kampioenschap? Ja, nou, ik denk wel dat ik. Vorig jaar ging het wel echt niet goed. Toen was eigenlijk mijn piek was al veel eerder en dat is eigenlijk rond deze periode. Nu merk ik dat ik juist mijn piek nog moet komen. Dus ik vermoed dat ik in ieder geval veel beter ga doen dan in Londen. Ik weet niet waar het eindigt. Volgens mij is het. De rangwijs kijken ze het echt super dicht op elkaar eigenlijk. Er zijn gewoon 15 meiden die echt wel gewoon aan elkaar gewaagd zijn. Dus er kan van alles gebeuren. Ik hoop dat het heel positief moet zijn voor mij. Nou, dat is één ding positief. Altijd als hardloopnetwerk erbij is, dan eindig je in de top 3. Dan gaat het. Wij gaan naar het EK in Berlijn. Dus, dat is goed. In Londen waren die er niet, of wel? In Londen waren we er niet. Nee, zie je. Ja, dacht ik niet. Ja, zie je. Dat is zo komisch, toch? Maar dit jaar hebben we accreditatie gekregen. Okay, dus nu komt het goed. Dus nu, in de top 3. Nu gaat het Lisanne goed. In de top 3. Ja, lijkt me goed. Deal? Lijkt me heel goed, ja. Oké. Okay. Helemaal goed. Tijd van 52.90 voor AV3-ast Laura de Witte. Met een tijd van 52-22 gaat het zilver naar Lisanne de Witte. En dan de Nederlands kampioen, het goud gaat opgehangen worden met een tijd van 51-84 van Gabels. Maria, ga voor! Ja, maar Sven, je kan niet ook. Wil je nog wat zeggen tegen de camera? Nee, bedankt. Jullie wilden toch filmen af en toe? Ja, jongens, kijk. Dus Laura de hele dag eigenlijk. Ja, je houdt hem maar even op. Hoi. Zo klinkt nu echt als Olaf. Ja, we hebben net NK gehad. En jullie weten eigenlijk niet of we daarna gefilmd hebben. Niet echt volgens mij. Dus ik ga het even vertellen hoe het is gegaan. Lisanne is tweede. Dus die mag naar het EK. Dat is nu zeker. En ik werd derde. In Seasons Best. Eindelijk weer 52. Dat was eigenlijk wel een beetje het doel om in ieder geval een medaille te halen. En hopelijk ook de limieten lopen. Alleen, ja, dat wilde gewoon even niet. Er stond ook echt ziek veel wind dit weekend. Dus dat was wel een beetje jammer. Maar we hebben nog een aantal wedstrijden te gaan. Ik heb volgens mij nog... Het is nu 24 juni. En ik heb tot 22 juli de tijd om het limiet te lopen. Dus dat zijn nog 3-4 wedstrijden of zo. Dus dat wordt nog even spannend de aankomende weken. Ja, trouwens echt vet schattig foto met Lisanne. 1%, dus het gaat natuurlijk weer helemaal fout. Wacht. Kijk nou. Kijk hoe schattig. Cute, hè? Oh, echt cute. Oké, het is nu alweer tijd om de vlog af te sluiten. Dus bedankt voor het kijken. En trouwens ook bedankt voor alle steun. Want we hebben echt allebei heel veel berichten gekregen met felicitaties. Maar ook gewoon met succeswensen en zo. En het is altijd superleuk. En ik krijg altijd wel een boost van. Dat is helemaal top. Dus bedankt. En ja, tot een nieuwe vlog zou ik zeggen. Doei!